overnight heel serieus. Vorig jaar en eigenlijk eind 2017 zijn er twee hele dierbare muzikanten overleden. Trompet is Rini Swinkels en trombonist is Bart Lust. En zijn zuster is hier ook, hartstikke leuk, Corrie. En ja, Rini was, wat ik al zei, trompetist. Hij was eigenlijk vanaf de eerste trompetparty al bij. Hij heeft volgens mij geen één gemist. En Bart Lust was ja, jarenlang ook trombonist van de Holland Big Band, die ook veel trompetparties heeft geleid. En een dierbare collega waar we dus heel veel mee hebben samengespeeld. Leuk feit is toen ik onze gastlist vroeg van, we willen eigenlijk een soort van herdenking doen, of een soort van ja, tribute aan die twee gasten waar wij heel veel muzikanten met me hebben meegespeeld. En, maar Erik vond sowieso het liedje heel erg leuk, want die tune kende die graag. Maar hij kende ook Rini, goed, nou niet goed, maar ze hebben elkaar wel ontmoet. En Rini speelde jaren geleden met het jazzorkest van het Concertgebouw in Tokio. En Erik kwam daar op bezoek om de band daar te beluisteren. En volgens mij, Wim, jij was er ook bij, hè? Met, ja, toen. En, ja, je weet zoals dat gaat met trompetisten. Is een concert afgelopen en dan gaan ze allemaal naar de bar. En dan gaan ze over monsterkens kletsen en dat soort dingen. En dan ontstaat er toch een bepaalde vriendschap. Nou ja, die toch, tenminste, het is heel gek, maar dat is alweer 10 jaar geleden. Maar die ontmoeting die die jongens toen gedaan hebben met Erik Miyashiro was voor mij een aanleiding om hem als eerste te vragen voor de Trumpenparty in 2009. Toen was hij hier ook al als gast. En, dus dat was eigenlijk wel heel bijzonder. Nou, wat gaan we nu vanavond doen? We gaan een stuk spelen, Breakfast Wine. Dat is eigenlijk een trompet solo. Een stuk van Bobby Shue is eigenlijk een trompet solo. Maar Rini Swinkels maakte daar een arrangement van voor trompet en trombone. En dat gaan we vanavond jullie spelen. En we hebben een fantastische trombonesolist ook gevonden, die toevallig ook een beetje kan zwaaien. En de trombonesolo hier wordt voor rekening genomen door onze fantastische bandleider en trombonist Ilja Rijngoud. I would like to introduce our guest solist for tonight, Mr. Erik Miyashiro.